voelt als altijd. Het is zijn werk, dat weet ik wel. Maar het is altijd vaste prik, witte puntjes, krent en mik. Al zo lang als wij hier wonen. Oh, morgen wel. Morgen, meneer. Ga jij? De boekwinkel. Ik heb dit bericht net uit. Ja. Zo mooi. Ja. Over een reus en een boek. Goed zo. En... Marie, stoop brood. Schiet eens op. Het is toch wel een eigenaardig meisje. Zo'n kleine stille mademoiselle. Maar het is alsof ze zweeft. Het zegt een rare tante Honimel. Bonjour! Hallo! Alles oké thuis? Bonjour! Hallo! Nou goed weer gaan. Die zit, dat speelt de deur. Zeg genoeg van dit eenvoudig opgestaan. Wel! Oh, dag meneer! Hier is een boek dat ik geleend heb. Oh, nu al uit! Ja, ik kon het niet wegleggen. Heeft u nog iets nieuws? Niet sinds gisteren. Wacht, deze. Ja. Maar die heb je al twee keer gelezen. Het is mijn lievelingsboek over verre landen, heksen, het over de prins. Ja, als je het zo mooi vindt, mag je het houden. Oh, maar meneer. Nee, ik sta erop. Oh, dank u wel. Heel erg bedankt. Zie de rest gaan, je zou toch haast gaan denken. Zit hij wel lekker? Zo anders dan bij allemaal. Ja, anders dan bij allemaal. Zo anders dan bij allemaal is wel. Wauw, dat was weer raak, Gaston. Jij bent echt de beste jager van de hele wereld. Dat weet ik. Geen weens wat de kans zeggen jou. Wat staat er over de meisjes maar niet te spreken? De zwale voet en de keuze is gevallen op Dina. De uitzendingsdochter? Helemaal een bofkoentje waarmee ik ga trouwen. Maar dat is toch... Het mooiste meisje van het dorp. Ja, dat weet ik. En dus het beste. En dan ben je recht op een bestere voet. Natuurlijk. Op het moment dat ik haar zag besloot.